En welkom terug bij de Straatloterijshow. Nou, u ziet het. Ik sta hier bij de winnende straat van deze maand. Ja. Om me heen staan de gelukkige winnaars. En Pierre, wat hebben de deelnemers gewonnen? Deze maand gaat de hoofdprijs eruit. 3 weken lang vertoeven op de grootste en meest pruisende camping van de wereld. Camping Valhalla Monaco in Frankrijk. Camping Valhalla is de komende 20 jaar volledig volgeboekt. Maar wij van de Straatloterijshow hebben nog 1 kampeerplek weten te bemachtigen. Een geweldige prijs, denk je niet? Jazeker! Geweldige prijs. Je hoort het, hè? Maar, Pierre, jij zei 1 plaats. Hoorde ik dat goed, Pierre? Ja, dat klopt helemaal. Want deze fantastische prijs krijgen ze natuurlijk niet zomaar. We hebben een parcours van 6 etappes uitgestippeld tussen Maastricht en Monaco. Natuurlijk zijn er aan het eind van iedere etappe grandioze prijzen te winnen. Wie uiteindelijk als eerste bij Camping Valhalla in Monaco aankomt, wint de hoofdprijs. Dus mensen, pak snel je koffers, start de auto en ga ervoor. Veel succes! Onze volgende deelnemster is een 21-jarige scholier. Deze blonde babe is een sportfanaat in boezem en nieren. Jetskiën, zwemmen, hardlopen en mountainbiken zijn slechts enkele van haar bezigheden. Ze is bloedje fanatiek en geeft nooit op. Hier is Pepsi Smax! Onze volgende deelnemer is een ware pitbull die alle verkeersregels aan zijn laars lapt. Met aan zijn zijde de altijd even charmante Anita. Zijn buren noemen hem een sociaal wonder. Iedereen opzij voor Pitbull Johnny! Onze volgende deelnemers zijn al 75 jaar één paar. De gebroeders Ab en Kees Mook zijn geboren uit één ei en doen sindsdien alles samen. Deze twee krasse knarren tillen en trekken nog dagelijks 150 kilogram aan gewichten en gaan een uitdaging zelden uit de weg. Op Camping Valhalla hopen zij mee te doen aan een recordpoging parachutespringen met zo min mogelijk parachutes. Kom maar naar beneden, Ab en Kees! Onze volgende kandidaat is 25 jaar en van beroep fulltime student. In zijn vrije tijd begeeft hij zich graag in de vrije natuur. En het liefst zo natuurlijk mogelijk. Een rechtgehaarde hippie met een hartvol avontuur. Hier is Peter! En ja, deze deelnemer werd 32 jaar geleden alleen op de wereld gezet. Deze bescheiden alleskunner omschrijft zichzelf het liefst als stoer, modern en een coole kikker. Bovendien is hij een geweldige vader en een liefhebbende echtgenoot. Op Camping Valhalla hoopt hij het ultieme familiegeluk te vinden. Maak kennis met Sjaak! Onze volgende deelnemster is een 21-jarige scholier. Kom, stap maar in, dan gaan we. Nou, ik weet niet hoe het met u thuis is, dames en heren, maar wat een zinderende spanning. De deelnemers lijken er in ieder geval klaar voor. In de eerste etappe rijden ze van Maastricht naar Parijs. Een zenuwslopende rit dwars door Nederland, België en Frankrijk. En dit is nog maar het begin. Ah, bonjour. Welkom bij Jacques Quick Service. Ik ben Jacques Courtois. Ik rij met u mee de komende dagen in mijn mobiel garage. Ik repareer uw auto en heb leuke spullen voor u. U betaalt mee met Zanies. Die komt u onderweg tegen. Pak er dus zoveel mogelijk. Bon succes! Pak snel je koffers, start de auto en ga ervoor! Succes! Lekker, hè? Come on.
Eerste binnen, een fantastische prestatie. U mag uw geluk gaan beproeven in ons grote prijsfestijn. Veel succes! Go-go-go-time! Ah, Paris, de stad van de liefde. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste keer met die blonde uit gouden tijden. Wat een nacht en wat een mooie ogen. Maar goed, de etappe. Kriskras door het drukke centrum van Paris. Langs de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, het Louvre en de Notre-Dame. Ah, je moet het maar durven met 150 km per uur. Ah, Gus Verstappen, welkom! Ik zie je bij de finish, hoor. Hey, oppassen voor het aan, hè.
U maakt het wel heel erg bont. U komt er nu nog af met een waarschuwing? Geweldenaar, u bent als eerste binnen. Dat verdient in ieder geval een bloemetje. En een kans in ons grote prijzenfestijn. Kom naar beneden en sla uw slag.
ja hoor, het is weer go-go-go-time! En vandaag rennen wij de Route du Soleil. Oui, 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 oui. Wij gaan dus richting de Franse kust. Van Parijs naar Lyon. Vergelijk het met de weg van Amsterdam naar Zandvoort. Een mooie zomersdag, maar dan 10 keer erger. En vol met irritante vrachtwagens, dagjes mensen en vooral... vakantie. Nee, wij maken het onze deelnemers vandaag bepaald niet makkelijk. Ah, mon ami, goed gereden. Maar een beetje te veel misschien. Daarom, ik heb voor u extra banden voor een beter wegligging. Pak snel je koffers, start de auto en ga ervoor. Bij de finish, hoor. Vies of kijk, man. Traat vervuilen. Easy, dat. Met een vlam in de pijp, werd die raad. Hey, oppassen voor taal, hè. Hey, laat ons al langs. Eerste waarschuwing, laat het niet nog eenmaal gebeuren. Lekker, hè?
ja, gefeliciteerd. U bent als eerste binnen. U rijdt werkelijk subliem. U bent toch niet toevallig familie van de Schumachers? Nou, pak uw beloning in het grote prijzenfestijn en meld je daarna nog even voor de dopingtest. En ja hoor, het is weer go-go-go-time! Even bijkomen, poeh, dat was wat zeg de afgelopen dagen. Maar gelukkig zijn we nog helemaal compleet. Vandaag doen wij het rustig aan bijgaan. Eén moment van onoplettendheid kan hier al fataal zijn. Ah, Gus Verstappen, welkom!
experimenten gemaakt met uw concurrenten. Werkelijk indrukwekkend. U kent werkelijk geen angst. Nou, ik blijf voortaan maar bij u uit de buurt. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor het grote prijzenfestijn. Nou, dan krijg jij je prijs ook niet. En ja hoor, het is weer go 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 time! Een beetje natuur is natuurlijk best leuk, maar wij moeten het niet gaan overdrijven. Vandaar zoeken wij vandaag de drukte weer op. Wij doen een rondje Marseille. Het wordt een hele zware etappe, zeg maar. Een generale voor de finale rit van morgen. Ah, Gus Verstappen, welkom! Come on.
het jongen, als eerste binnen. Nou, gefeliciteerd. En deze keer, de laatste keer voor de grote finale, staan de prijzen weer voor u klaar in ons grote prijzenfestijn. En ja hoor, het is weer go-go-go-time! De laatste etappe. Vandaag komt het erop aan. Wie wint de geweldige straatloterij hoofdprijs? Wij hebben allemaal onze favorieten. Johnny, de gebroedersmook, Pepsi, Peter of toch die taaie zak. In de laatste etappe wordt het nog flink op het tandvlees bijten. De etappe leidt de deelnemers onder andere over het fameuze Formule 1 stratencircuit en langs duizelingwekkende afgronden en parelwitte stranden. Ah, Gus Verstappen, welkom! Come on.
We'll be right back.
in de zon geparadeerd. Wie had niet graag even beschermd zijn handen om haar heen willen leggen? En toch heeft deze vrouw het helemaal in haar eentje voor elkaar gekregen. Pepsi Smax, slechts 21 lentes jong, is de winnares van de straatloterij. Zo'n super hoofdprijs! Onze volgende deelnemster is een 21-jarige scholder. Deze blonde babe is een sportfanaat in boezem en nieren. Jetskiën, zwemmen, hard... Nou, ik weet niet hoe het met u thuis... De laatste etappe! Vandaag... Nou, ik weet niet hoe het met...